Ook in 1921 werd er al veel gemort over de politiek. Zoals in ieder ander jaar natuurlijk, maar in dat jaar met bijzonder goede argumenten. Betere dan nu vermoedelijk. Er was veel armoede in ons land, een brede onderlaag van ongeschoolde, zieken, werklozen. En het zogeheten democratische tekort, waar je de laatste tijd zoveel van hoort, dat had je toen pas echt. Sinds 4 jaar, 1917, bestond er algemeen kiesrecht voor mannen en sinds 2 jaar ook voor vrouwen. Stemmen was zelfs wettelijk verplicht. Op weigeren stond straf. Dus je zou kunnen zeggen dat de democratie nou juist begon te bloeien. Maar hoe stemde iemand die geen scholing had? Hoe kon een analfabeet nou een doordachte keuze maken? In die dagen kwam in een café in Amsterdam de Uilenkelder 's avonds vaak een kluitje anarchisten, dadaïsten en andere linkse wolkenridders samen, die daar heftig over debatteerden en het eens werden dat die hele democratie een farce was. Boerenbedrog van de gevestigde macht. Als je het volk maar slim manipuleerde, kon je met die kieswet zelfs de grootste maloot nog verkozen krijgen, toch? En toen was het idee geboren. Voor de Amsterdamse raadsverkiezingen van 1921 richtten 3 van deze anarchisten de Rapalje-partij op. En zochten als lijsttrekker een man aan die haast elke Amsterdammer kende. Al was het maar door het liedje dat hij altijd zong. Hadje me maar met de knaken erbij, hadje me maar met de lokken opzij. Hadje me maar wat je hoort of wat je ziet. Ik wil wel met je vrijen, maar mijn centen krijg je niet. Hadje me maar met de knaken erbij. Hadje me maar met de lokken opzij. Hadje me maar wat je hoort en wat je ziet. Ik kom wel niet bij je zien, maar dat bij me haal ik niet. Mijn grootvader die zong het zondagsmorgens nog wel eens. Dan maakte hij de kanarie schoon. En dan zong hij eerst altijd: neem hier mijn beide handen en leid uw kind. Dat was een kerkliedje. En daarna zong hij altijd van: had je me maar. Vandaar dat ik dat liedje toch altijd nog in mijn geheugen heb bewaard. Een onverzorgd mens, die maar één god had en dat was drank. En als hij vol gepompt was, dan ging hij er in die hoek liggen tegen die meur aan. En dan legde hij zo'n snor te slapen met zijn kistje onder zijn arm. Ja, dat was had je me maar. En het was een apart mens en een opvallend mens omdat hij dat liedje zong. Als hij dat liedje nooit had gezongen, had hij nooit een opvallend mens geworden. Waarom dat het liedje zong van had je me maar met de knaken erbij. Dat liedje dat viel op en dat zongen de mensen mee. Dus dat was had je me maar door bekend. Ik zag hem ook wel eens lopen. Als ik met mijn grootmoeder of met mijn grootvader op straat liep of met andere kinderen. Dan wisten we, dat was had je me maar. Had een zwart jasje aan. Een beetje met vlekken. En een slofte die zo. En had een bolhoedje op. Dat bolhoedje vond ik altijd zo mooi. Weet u waar had je me maar meestal rondliep? En de Remmelsplein omgeving. En die sliep daar in die boutique. En dan zeg ik, het is namelijk zo, dat weet je, dat logisch wel. Als je vol met je neven zit, dan voel je helemaal niks meer. Dus je vallen we in de hoek neer en dan gingen we slapen. En dan had die roes uitgeslapen was. En dan scharde hij weer een beetje rond. En dan werd hij daar in half van steeg, werd hij binnengeroepen, kreeg hij een kopje soep. En dan ging hij weer. En dan zongen we met zijn tommeltje. En als hij nodig had, dan gingen we met zijn tommeltje langs de terrassen. En het was een bekend figuur. Dus hij hoefde niks te zeggen, want ze wonen hem allemaal. Ja, hoe komt hij nou aan die naam, denkt u? Dat heb je zijn eigen aangemeten, denk ik. Door dat liedje dat hij zong, had je mijn mama de kraken erbij. Ik vond het geen enge man. Nee. En ik geloof dat natuurlijk de aard van een kind is. Want ik vond de dingen al heel gauw zielig eigenlijk. Want vroeger had je veel meer mensen die met de straat bedelden. Eén zonder arm en zonder been. En met een houten been. En ook een krukje, iemand die helemaal geen benen had. Nou, dat laveerde maar door de stad ten einde toch een beetje centen te verdienen. En dat was toch wel triest. Toen mevrouw moeder overleden was, ben ik ook gaan zwerven, hoor. Ja, ik heb dit allemaal meegemaakt. Ik ben geen 94 geworden in zonneschijn en weelde. Ik ben geen koningskind. Ik ben heel in armoede grootgebracht. Ik bekeek hem anders als de mensen. De langs ging, die gaf hem een dubbeltje, zeg, de arme schooier. Maar ik voelde wat die man, dat hij stond te bibberen en te beven. Dan voelde ik hoe hij zich dat moment moest voelen. Hij stond te zingen met het kistje in zijn arm en te trillen.
Wezenloos. Ondanks, of misschien wel dankzij zijn dagelijkse dronkenschap, werd Hartje me maar gevraagd om bij de Amsterdamse raadsverkiezingen van 1921 lijsttrekker te worden van de Rapalje-partij. Voor die gelegenheid opgericht door de anarchistische kunstenaars Henk Eikenboom, Anton Bakels en Erich Wichman. Mijn vader vond het hier in Nederland ontzettend ingedut en ingesuft. En een lamlendige bedoeling. Hè? Lamlendig, miserabel, modderig. Hè? Marmerloze land noemde hij het hier, zonloze land. Bij mijn weten beschouwde dus die oprichters van die Rapalje-partij dat algemeen kiesrecht als een soort voorwendsel om te democratiseren, terwijl de macht in handen bleef van de heersende klasse. Vandaar dat die mensen, die anarchisten, waar mijn vader een voorman van was, ook alles deden om die macht van de heersende klasse zoveel mogelijk te relativeren of af te breken. Toen is hij hier eigenlijk op het Rembrandtsplein, daar heeft hij groepen ontmoet van vrije socialisten, vrijdenkers en van alles en nog wat. En kunstenaarsverenigingen. En die vonden wel dat die man in de politiek kon. Hè? Die dachten, nou ja, het ook is het eigenlijk uit een ontevredenheid ontstaan. Hè? Met, ze waren toen ook, er was een heleboel werkloosheid en armoede. Ik denk dat het daardoor is ontstaan, die partijen allemaal. De partij van Hartje me maar. Hè? Met als slogan, vrij vissen in het Vondelpark en de borrel 5 cent. En daar, nou ja, er is erg veel stemmen, geloof ik, op uitgebracht. Enorm. Enorme aantallen. Ik weet alleen dat het dat hij nogal onmaatschappelijk was. En in zekere zin was mijn vader dat ook. Alleen mijn vader had dan nog wel, had wel een culturele achtergrond die Hartje me maar niet had. En mijn vader had een goed verstand. En hoe dat bij Hartje me maar was, in elk geval ongevormd. Er voldoende mensen die daarop stemden, zodat ze toch in de gemeenteraad werden gekozen. Waarom koos uw vader samen met de heer Eikenboom voor Hartje me maar? Omdat ze het een reuze mop vonden. Huh? Maar wat wilden ze daarmee bewijzen dan? Dat je met zo iemand, dat je dus, laat ik het nou maar zo zeggen, dat je het stemvee zo ver kunt krijgen dat ze op zo'n dronken man zullen stemmen. He, dus dat hele stemrecht, dat algemene kiesrecht, eigenlijk niks voorstelde dat je daar dat je dat kon manipuleren eigenlijk. He, manipuleren is misschien ook weer een te groot woord, maar in ieder geval dat je de massa tot alles kon krijgen. Dus ze hadden eigenlijk kritiek dat de mensen uit de lagere sociale klasse, dat die ook mochten stemmen. Ja, maar dat is niet dus omdat ze daar minachting voor hadden, maar omdat ze dus vonden dat die mensen geen goede keuze zouden kunnen maken. He, dat ze maar, laat ik zeggen, een heel beperkt inzicht hadden. Nogmaals, het was geen kwestie van arrogantie. Nou ja, zou je nu wel zo denken? Nu wel, ja. Nu wel. Maar ja, er zijn tegenwoordig, waren waarschijnlijk nog heel veel betrekkelijk analfabeten. He, mensen die misschien een paar jaar lagere school hadden. Dat is toch tegenwoordig niet meer mogelijk, niet meer voor te stellen. Kunt u zich nog herinneren hoe Amsterdam reageerde op het feit dat Hartje me maar gekozen werd? Amsterdam, die vonden het hartstikke leuk. Zeggen die gaven toch nergens. Mensen gaven nergens. De mensen lagen in de boeien. Je mocht niet dansen. Je mocht niet boksen. Je mocht zonder zelfs niet op klompen gaan lopen in de stad heen. De regering, de burgemeester, was toch, hoe heet die klootzak nou weer? Nou, die verbood toch alles? Je leefde in boeien. Had
Hadje Mama heeft veel stemmen getrokken, maar is niet in de gemeenteraad terechtgekomen. Hoe kwam dat? Nou ja, wat ik ervan gehoord heb, is dat hij... dat men toch wel beducht voor hem was. Beducht voor het feit dat daar iemand in die gemeenteraad terecht was gekomen... die daar niet op de reguliere manier wilde en kon functioneren. En die is, bij mijn weten, toen op pseudo-gronden... wegens landloperij of zoiets, opgepakt en tijdelijk opgeborgen. Zodat hij niet in die gemeenteraad kon zitten tegelijk. Hij kwam er net niet in, want hij had zo verschrikkelijk gedronken. Dat ze hem dronken van de straat gehaald. En toen hebben ze hem eerst een celstraf gegeven, niet lang. Maar toen is hij naar ergens op de Veluwe... of ik denk dat het Veenhuis is geweest... waar hij gekomen is om van de drank af te komen. Voor de verkiezingen werd er over Hadje Me Maar zelfs een speelfilmpje gemaakt. Het was een intermezzo in het geheel van de anarchistische beweging. Maar wel een heel schilderachtig intermezzo. Wat in die tijd natuurlijk... ja, toch wel de aandacht trok. En wat weer een beetje doet denken aan de Provo-tijd van de jaren 60, 70. En die Provo's gingen daar ook weer op terug. Er zijn heel wat geschriften geweest waarin men die zaak weer heeft opgehaald, weer naar voren gehaald. Maar is het ook niet een beetje arrogant van uw vader en de andere oprichters om op zo'n manier... misbruik te maken van iemand? Ja, dat zou je tegenwoordig wel zo... oordelen, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling was en dat dat er ook niet achter zat. Ze hebben eigenlijk niet de draak met hem willen steken. Ze hebben de draak willen steken met het algemene kiesrecht. Niet met deze man. Hadje Me Maar had door zijn welsprekendheid toch grip op mensen die in zijn ban konden raken doordat hij toch, als hij wilde, goed van de tongriem was gesneden. En dat kon mijn vader dus gebruiken voor die actie. Hij heeft hem gebruikt. Want Hadje Maar heeft er niet veel plezier van gehad. Later dacht ik, ja, jullie zijn toch wel eigenlijk... vond ik eigenlijk niet zo best, hè? Dat ze zo'n man voor die eigenlijk helemaal heel weinig had in te brengen door zijn karakter en door zijn toestand met die drank. Dat ze die nou kozen. En dat was toch eigenlijk niet netjes. En daar verdween hij weer van het toneel, Hadje Me Maar. Voorgoed. Terug uit de heropvoedingsinrichting praatte hij niet graag meer over zijn verleden in de politiek. Hij was van de drank af en beterde zijn leven. Hij ging aanzichtkaarten verkopen en hij kwam pas weer in het nieuws toen hij in 1931 overleed aan zijn verwondingen nadat hij bij het Leidseplein was aangereden door een auto. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.